De overvaller kwam rond 5 uur op de fiets aan bij het bedrijf Sierbestraat in Jonk aan de Splijtbakweg. Op dat moment stond de bedrijfsleider op de oprit. Hij wilde naar een bank gaan om geld te storten. Ik zag toevallig hem langslopen, zo omlopen, langs de hek. En dan hij pakt van die koebel van mijn collega af. En mijn collega wil het niet geven. Ik probeer het terug te trekken. En toen begon hij met de pistool liggen zijn hoofd schieten. Ik dacht hem, was hij overleden, waar hij was op de grond neergelegd. De overvaller greep het geldkistje en ging er vervolgens vandoor. Toen mijn pretape achter de overvaller aanging, werd ook hij beschoten. Maar hij werd niet geraakt. Op een gegeven moment hij hoorde dat ik schreeuw. Heb een pistool, dat soort dingen. En daarna loopt hij daarheen, die kleine straat naar binnen. En ging ik rennen daarheen om die koelbox te pakken. Medewerkers van omliggende bedrijven kwamen naar buiten. De overvaller raakte in paniek en liet het geldkistje achter. Hij bedreigde vervolgens een man in een bedrijfswagen en ging er toen zelf met de auto vandoor. Deze is later teruggevonden in Almere buiten. Ja, ik ben zelf ook, ook in paniek. En ja, het zit in mijn hersen, in mijn hoofd, weet je. Dus alles blijft denken. Dus ja. Heeft u kunnen slapen de eerste nachten? De eerste nacht was wel 3 keer wakker geweest. En 2 uur wakker, 2 uur slaap en dan weer wakker en dan weer slapen en weer wakker. Dat is moeilijk. En gisteravond ook een paar, denk ik, 4, 5 uur of 4 uurtjes geslapen of zoiets. Volgens mij, Pratape, werd zijn collega meerdere malen geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Zijn toestand is stabiel.